allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een video waarin ik viral TikTok beauty hacks ga uittesten. Deze look heb ik ermee gemaakt. Het is gewoon een natuurlijke look, maar het zijn wel gewoon een paar hele handige tips die jullie zeker weten ook kunnen gebruiken als jullie deze video verder kijken. Dus zijn jullie nou benieuwd welke make-up tips ik heb gebruikt voor deze make-up look? Blijf dan zeker weten verder kijken. Voordat we beginnen met deze video wil ik eventjes nog vertellen dat ik geen make-up artist ben. Ik zou het super leuk vinden om later een visagiste te worden, maar ik ben het zeker nog niet. Dus judge me niet. Dus laten we beginnen met de video. Ik heb jullie eventjes een klein beetje ingezoomd, zodat je iets beter straks kunt zien hoe het eruit gaat zien. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik heb dus een paar video's verzameld. Ik doe het een beetje in een categorie, volgorde. Op TikTok heb ik een paar leuke make-up hacks / make-up tips vooral opgezocht. Ik heb een video over de foundation, hoe je die wat mooier kan laten lijken. Ik heb eentje voor je wimpers. En ik heb eentje speciaal voor de mensen die een bril dragen. En ik heb nog een make-up tip voor je highlighter. Dus laten we hem even bekijken. If you wear makeup, watch. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one. And I just lightly dab it all over my face. Not too much. Then take some setting spray. It could be any setting spray. I usually use the NYX one. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Also, wait for the setting spray to dry first. Then, just put on your foundation and just see what happens. Als eerste zegt ze dat je de moisturizer op moet doen. Ik gebruik een moisturizer van Douglas. Nou, eerst moisturizen dan maar. En dan zegt ze dat je met een translucent powder overheen moet gaan. En dat is eigenlijk gewoon zo'n matterende poeder. Ik gebruik soms deze van Essence, dus deze ga ik vandaag gebruiken. Dus ze zegt gewoon dat je nu eigenlijk gewoon het al moet poederen. Dus dat ben ik echt zo niet gewend. Dan doen we dit maar. En wat ze dan zegt is dat je met een fixing powder er overheen moet gaan. En dat moet je dan eventjes laten drogen. Ik gebruik altijd deze fixing spray van de MAC Cosmetics. En dat moeten we dan eventjes laten drogen. En dan doen we de primer op. Als primer gebruik ik altijd deze Max Factor Primer. Dit is de Miracle Prep and Prime Primer. Oké, primer zit erop. En ik mix altijd deze twee van Catrice. Dit is de 010. Dit is de 040. En eigenlijk had ik nooit deze 040 moeten kopen, want deze is wel echt heel erg donker. Dit is hoe mijn huid er nu uitziet. Oké, jongens. Ik heb nu de foundation op. En ik moet eerlijk zeggen, je ziet wel echt een beetje verschil. Ik zie gewoon wel dat het iets meer gladder is. Dat het gewoon echt een beetje wat matter is ofzo. Maar toch zit er nog wel een soort van glans doorheen. Zoals het goed is, ik zie op zich wel verschil. Dus ik denk dat deze meid wel echt degelijk gelijk heeft. Dus dit geven wij een duimpje omhoog. En dan gaan we door naar hack nummer 2. En dit is speciaal voor de mensen met een bril. En dit is namelijk omdat als je foundation op hebt. En dat doe je natuurlijk ook gewoon altijd bij je neus en zo. De mensen met een bril op en die dan foundation dragen. Dan zie je gauw na een tijdje, als je dan je bril afdoet. Dan zie je echt dat het zeg maar, het wordt gewoon een beetje viesachtig. Dus dat gaan we testen. Okay, so you know when you wear glasses and you have foundation on, which I don't right now. But when you do have foundation on and you wear glasses or sunglasses, when you take them off a lot of times, the foundation gets all broken up right here. So if you want to avoid that, you can take an eyeshadow primer. This one's from Urban Decay. Put a little bit of that on your nose where the little things touch before you put foundation or anything on. Blend it in. Then use a loose setting powder and lightly powder the area just so you set it. Then just apply your foundation and the rest of your makeup just like normal. Then when you wear your glasses, you shouldn't have any marks. Oké, wat zij dus zegt is dat je een eyeshadow primer op moet doen. En nou heb ik niet echt een hele goede eyeshadow primer, want ik gebruik meestal gewoon wat concealer daarvoor. Dus ik heb wel een eyeshadow primer, maar dan van het merk van de HEMA. Dus we gaan deze gewoon gebruiken. En dan zegt ze dat je dit, zeg maar, die loose powder. Dus we doen dat eventjes hier zo op. Ik ben echt heel erg benieuwd of dit gaat werken. En dan gaan we nu de matterende poeder opdoen. En dan gaan we nu de foundation eroverheen doen. A few moments later. Ik ben heel erg benieuwd of de hack heeft geholpen, de make-up tip. Dus we gaan de spiegel erbij pakken. We doen mijn bril af.
En we gaan kijken of het heeft geholpen. Nou, kijk, ik weet niet of jullie het zien, maar hier ziet het er al wel echt een beetje niet zo heel erg mooi uit daar. Aan de andere kant ziet het er wel wat beter uit. Maar gelukkig heb ik eigenlijk altijd mijn bril op, dus dat scheelt wel weer. Ik weet niet of deze make-up tip nou echt heel erg heeft geholpen voor mij. Maar ik snap wel dat bij anderen deze make-up tip wel kan helpen als je niet altijd je bril op hebt. Dus ik denk dat dat misschien gewoon een verschilletje is. Dus ik denk dat hij wel kan helpen. Maar bij mij werkt hij dus niet zo heel goed. Dus voor mijzelf is het een duimpje omlaag. Maar voor anderen kan het echt wel een duimpje omhoog zijn, denk ik. Oké, het kan misschien ook aan mezelf liggen. Omdat ik natuurlijk niet een echte loose transparent powder heb gebruikt. Dus misschien is dat het gewoon. Dat je echt een loose powder moet gebruiken. You want your lashes to look like this, but they naturally look like this. I can help you. Literally all you need is three things. A spoolie, an eyelash curler, and any mascara that you want. Very important first step. Take this, roll it backwards as you brush through your eyelashes. It should be kind of uncomfortable. Now curl at the base of your lashes and get your big curl while pulsing your lashes and do little mini ones so then your eyelashes aren't as straight as a board. And just keep going until you get the curl that you want. Middle to up, side to side motions when you put it on. Going side to side. And here's the final product. Oké, dit is dus een make-up tip voor je wimpers. Voor deze make-up tip heb je drie dingetjes nodig. Je hebt zo'n borsteltje nodig voor je wimpers en wenkbrauwen. Je hebt zo'n krultang nodig. En je favoriete mascara. Ik gebruik op dit moment heel erg graag deze Douglas mascara. De Kiss & Curl. Wat zij zegt is je moet dus eerst gewoon even goed doorworstelen. Met deze. Steeds zo omhoog. Dan op een duur ga je gewoon de hele tijd deze beweging maken. En daarna doe je gewoon je mascara op. Maar dan wel met van die zigzag bewegingjes omhoog. Zo. Dat heb ik van mezelf al best wel... Ja, wimpers die niet heel erg recht staan. Dus bij mij zijn ze al wel een klein beetje gekruld. Maar ik vind het gewoon altijd wel fijn om ze nog iets meer te krullen met een krultang. Dus eerst gewoon goed met het borsteltje. Als het goed is, zie je nu al wel een klein beetje effect van dat borstelen. Hier is het veel anders dan aan deze kant. Kijk, dat wimpers krullen helpt mij altijd echt super goed. Het wordt gewoon echt veel mooier. Aan deze kant is het gewoon veel minder mooi nu. Het is gewoon veel meer gelift. Oh wauw, het is eigenlijk best wel heel erg mooi gelukt. Ik weet niet of jullie het zien, maar het is echt best wel mooi gelukt. Oké, jongens, dit is dan het eindresultaat. Ik vind het echt wel heel erg mooi gelukt. Ik zeg dat deze make-up tip voor je mascara wel echt werkt. Dus ik geef het echt een dik duimpje omhoog. Dus zeker, zeker een keer uitproberen. En dan gaan we nu naar de allerlaatste hack die ik vandaag heb voor jullie. En dat is namelijk een hack voor je highlighter. Daarvoor heb je twee dingetjes nodig. Een beauty blender. Ik gebruik altijd een beauty blender van Real Techniques. En ik gebruik vandaag deze highlighter. Goddess of Love Triple Baked Highlighter. Van I Heart Makeup. Ik vind deze super super mooi. Dit is echt mijn persoonlijke favoriet. Hij shined echt altijd super mooi. En wat het meisje dus zegt in deze video. Is dat als jij je highlighter gewoon... Ja, lekker zacht, maar wel knallend wil laten zien. Dus gewoon echt een hele mooie glow. Dan moet je deze tip gebruiken. Dus we gaan even bekijken. Kijk even hoe mooi die highlighter bij haar staat. We gaan het gewoon doen. Ik heb mijn beauty blender al gewoon nat gemaakt. Dus we gaan kijken. Gewoon de tip of your beauty blender. Dus gewoon dit stukje. En dan gaan we gewoon zo eroverheen. Mijn camera is uitgevallen bij de laatste make-up tip. En nou ja, ik ga gewoon het eventjes met mijn iPhone filmen. Want ik wil deze wel echt super graag nog eventjes doen. Oeh, wauw. Zien jullie dat? Je ziet wel dat je dan highlighter op hebt, maar gewoon heel zacht. Wauw, echt wel mooi. Wel deze kant is heel mooi gelukt. I like it. Deze tip ga ik echt vaker gebruiken. Wauw, ik kan ook zeggen dat deze tip werkt, jongens. Dus ook voor deze tip een duimpje omhoog. Zeker ook een keertje proberen. En dat was dan de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik ben echt super super blij met het eindresultaat. Ik heb de look nog eventjes afgemaakt met een lipgloss en een lipstick van MAC Velvet Teddy. All time favorites. Ik ben echt gewoon blij met deze make-up look. Ik vind de hack
van de highlighter super, super mooi. En ik vind de hack van de wimpers ook echt geweldig. Mijn wimpers zien er nu echt zo flawless uit. En ik moet ook zeker, zeker niet de foundation hack vergeten, want die is ook echt super chill. Ik wil iedereen bedanken op TikTok, ook al zullen ze me waarschijnlijk niet kunnen verstaan, voor deze geweldige hacks. Dus vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker weten een blauw duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 100 likes, dus doe zeker allemaal dat blauwe duimpje eventjes omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal door op de rode abonneerknop hier beneden te drukken. Ik heb namelijk gezien dat meer dan 80% van mijn kijkers nog niet geabonneerd zijn. Dus doe dat zeker eventjes door op de rode abonneerknop te drukken. En laat me zeker weten wat jullie favoriete hack is en welke hack jullie zeker weten gaan uitproberen. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei doeg!